Vaak zie je zondags in ons straatje een jongen voor het venster staan, die stil kijkt naar de andere kinderen die met hun vaders wandelen gaan. En soms dan vraagt wel eens een vriendje: wat is jouw vader voor een man? Ik zie je nooit eens met hem buiten. En stille ventje antwoordt dan: mijn papi is enkel een foto, die staat bij ons thuis op het buffet. En s'avonds als mamie gaat werken, dan hangt ze hem boven mijn bed. Hij gaat zondags nooit met me wandelen, hij kijkt enkel naar me en lacht. Maar hij is mijn liefste, en voor ik ga slapen, dan fluister ik: papi, dag papi, goenacht. Wanneer ik speel met mijn Meccano, mag hij naast me op tafel staan. En als ik dan iets moois gebouwd heb, kijkt hij me soms zo levend aan. En zit ik zo alleen te tobben, als ik een moeilijk stuk begon, dan is het net of hij wil zeggen: ik wou dat ik je helpen kon. Soms lig ik in mijn bed te denken, straks komt hij uit zijn lijst vandaan. En ik zie opeens een echte vader, zo groot en levend voor mij staan. Dan zegt hij: we gaan voetbal spelen, trek gauw je jas aan, word al fris. Maar het is natuurlijk fantaseren, omdat hij maar een foto is. Mijn papi is enkel een foto, die staat bij ons thuis op buffet. En s'avonds als mamie gaat werken, dan hangt ze hem boven mijn bed. Hij gaat zondags nooit met me wandelen, hij kijkt enkel naar me en lacht. Maar hij is mijn liefste, en voor ik ga slapen, dan fluister ik: papi, dag papi, goed.